Yo, dames en heren, mijn naam is Don. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe Hearthstone. Het wordt weer tijd dat wij ze gaan verliezen. En dit keer gaan wij verliezen als Warlock. Want, sure, waarom niet? Ik bedoel, alles wat ik opneem van YouTube, dan verlies ik uiteindelijk toch. Want, you know, alsof ik gewoon geen fucking games kan winnen ofzo. En dat is zo bullshit eigenlijk. Want dan stop ik de opname, weet je, en dan win ik echt alles weer. Dat is gewoon zo. Dat is gewoon exact hoe het is. Exact. Vind ik echt gewoon onzin. Het klopt gewoon niet. Er is gewoon iets dat zeg maar opnames, die jinxen gewoon de hele fucking shit. Opnames, die jinxen alles. Gewoon, je hele performance gaat gewoon down the drain, want je fucking opnameknop staat aan. En dat is bullshit. Het zou niet moeten. Nee, dat kan niet. Jammer. Dat wilde hij wel doen, maar dat kan niet. Laten we een kaart pakken. Eens even kijken. We kunnen wel een taunt droppen. 3 damage doen. Shit, ik had eigenlijk hem moeten killen. Maakt niet uit. Hoop ik. Oh shit. Oh shit. Ja. Yeah. En dan hit hij hem, ja. Yeah. En dan doet hij dat, ja. Yeah. Tering, hoeveel? Tering, dit kost gewoon 0 mana. Alles kost gewoon 0 mana voor hem. Jesus Christ, man. Zo. Dat lijkt me een best goede trade. Hoop ik. En dan kan ik op zich deze de volgende beurt droppen. Maar dan heeft hij ook weer 5 mana en dan kan hij destroyen. Dus ik weet niet of dat zo'n goed idee is. Ik moet gewoon even kijken wat ik ga doen. Ik kan op zich die doen. En dat kan op lange termijn beter worden. Oh god. Doe deze wel. Ik weet niet, misschien dat ik toch die summoning portal moet doen. Het was een beetje... Ik zat er niet over na te denken. Ik zat eigenlijk gewoon een beetje in de mini-mutte in mijn hoofd. En uiteindelijk kwam ik daarop uit. Maar ik ben bang dat hij nu assassinate heeft en dat hij hem gewoon killt. Maar dan op zich, dan doet hij geen assassinate op mijn andere creatures. En dat is dan wel weer chill, weet je. So many options. Dude, ga gewoon. Ik gooi je ramen in, klootzak. En ik sloop je dak. En je put. Oh, wat is dat? Oh, wat is dat? Destroy any minion damage by this minion. Oké. Okay. Balen. Balen. Balen, balen, balen. Balen, balen, balen. Want ja, hoe de fuck ga ik hier nu mee om? Ik kan hem niet. Dit kan niet, omdat hij stealth is. Dus die kan ook niet. Dus die kan ook niet. Ik doe dit maar. En dan doe ik deze erbij. Want nu moet hij zeg maar een keuze maken welke hij gaat killen. Dus of mijn Yeti of mijn portal. Hij kiest voor de portal. Had ik ook gedaan als ik hem was. Sorry, ik moest niezen. Oh nee. Ja, daar hebben we hem. Daar hebben we hem. Daar hebben we hem. Jezus, ik weet ook helemaal niet hoe de fuck ik dit moet winnen. Ik weet gewoon niet hoe ik dit moet winnen tegen deze man. Ik weet het gewoon niet. Ik weet het niet. I do not know. En dan doe ik dit. En dan dat. Want ik had niet genoeg mana om creature te spelen. Dus dat is ook weer kut. Maar daarentegen... Rogues die... Ik weet niet, ik probeer met zinvolle informatie te komen.
Wat? Waarom combo'de hij die shit niet? Of heeft hij nu 5 mana shit? Volgens mij was dat een oeps. Ja, dat dacht ik al. Waar is mijn Hellfire als ik hem nodig heb? Alhoewel, ik weet niet, Hellfire werkt dat tegen... Hoe heet het? Huh. Kutzooi. Dit is een beste kutzooi. Tazdingo! Ik pak wel een kaart. Hij gaat waarschijnlijk nu die één creature hier tegenaan gooien. Is hij dood? En la la da da da. Dus I don't know. Ik weet niet helemaal wat ik daar. Of hij heeft een fucking Assassin's Blade. Oké, dat is fijn. Ja, oké, prima. Ja, oké. Oh, hij doet dat. Oké. Ja, en dan 5 damage op mij, neem ik aan. Ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 komt ie, ja, 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 oké dan, ja, gooi alsjeblieft er nog een assassinate tegenaan, je kan het, waar is ie, je hebt 9 mana, en dat is een silence, what the fuck, dat is niet wat ik bedoelde. Dat is totaal niet wat ik bedoelde. Oh ja, dat is het ook niet. Oh, god dang it. God dang it. Huh. Oké, wacht. Draw cards. Battlecry. We doen deze. Pew. Ik weet niet, is die well-played sarcastisch of niet? Is die well-played sarcastisch of niet? Af en toe, dat doen die mensen wel eens. Dan zijn ze van die klootzakken en dan gaan ze echt zo een iets doen. Echt zo van... Huh? Oh, die is goed. En heeft hij waarschijnlijk ook een manier om die te killen. Oh ja, op die manier. Ja, ja, oké, op die manier, ja. Ja, 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 ja. Fucking stealth, jongen. Fucking vervelend. Nu kan ik er geen ene raid tegen doen. Echt een destroyer minion. Ja, maar yo. Yo. Weet je? Ik weet niet of ik dat had moeten doen. Ja, zie je, dat bedoel ik met die well played sarcastisch. I can't play that. Ah, god. Zoveel stealth. Ik kan er gewoon niks aan doen. Ik heb zoveel spells in mijn fucking hand. En ik kan ze gewoon allemaal niet gebruiken. Omdat ze allemaal stealth waren. Balen. Balen. In ieder geval bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei. Yo, dames en heren, mijn naam is Don. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe Hearthstone. En wij gaan spelen met een Warlock. We gaan weer verliezen, want dat is het enige wat wij kunnen. Het is Warlock tegen Warlock, dus dat zal interessant worden. Kijk, extra kaart. Ja, deze hand neem ik. Misschien moet ik maar wat meer gaan nadenken, maar I don't know. Dat is... Nadenken is niet bij mijn stijl. We doen gewoon wat we willen. Mag ik? Mag ik? Mag ik? Mag ik al? Mag ik? Mag ik? Mag ik? Plop. Oké, dus ik speelde in 3-2. 1 mana, Battlecry, deal 2 damage to your own hero. Vandaar dat ik nu 28 HP heb. Oké. We gaan nu splat, splat, splat. One shot. One kill. Really? Okay. Is this really necessary? Do deze wel. Trouble now.
Nightblade, kut. Vooruit. Daar gaat waarschijnlijk zijn 1-1 treden tegen mij. Dus waarom zou ik mijn 3-1 tegen zijn 1-1 treden? Dus vandaar dat ik hem damage, op hem damage deed. In plaats van, ja. Daar hebben we een Mortal Coil. Oei. Is ook een goede kaart, maar heel erg situational. Drink with me, friend. Drink with me, friend. Yay, ik mag. Yay. Laten we hem doden. Oké, dus even kijken. Hij heeft die 1 mana shit nog, maar waarom zou hij die nu spelen? Want dat is niet echt een oplossing. Wel als hij het op die manier doet. Oh, hij gebruikt een Mortal Coil. Oké, ja, dan mag hij een kaart pakken. Dat is op zich ook best oké. We doen deze en we pakken een kaart. We lopen een beetje achter qua kaart, want hij heeft nu 6 kaarten. Ik heb nu 5 kaarten. Dus, maar hij is elke keer degene die... Hij is degene die als eerst mocht. Dus... You know, hij heeft nu 5 mana tot zijn beschikking. Ja, nu dan 3, maar, you know. Het gaat om het idee. Someone call for the doctor. Oh shit, hij heeft er ook gewoon 2 van die in zijn deck. Wauw. Oh my god, wauw. Zo geweldig, wauw. Can't believe this is happening to me. Dat is dingo. En doen we deze ook wel. Corruption, ja, die wilde ik weg hebben. Had ik niet zoveel aan op dit moment. Ah, dat is 2 damage. Dus dan doen we het wel zo. En dan kan ik ze direct met Defender of Argus kan ik hier tussen ploppen. Is +1/+1 aan minions en taunt. Dus is die sterker, is die sterker. Is gewoon alles sterker. Of ik kan hem hier ploppen. Ik weet niet. Ik weet niet wat, precies wat ik moet doen. So many possibilities. So many. Ja, ik denk dat ik hem wel op deze ga doen. Fairy Dragon kan niet getarget worden door wat dan ook, door spells en shit. Of gaat hij zijn shit sacrificen tegen mijn taunt? Of gaat hij nu een, hoe heet zoiets, Seven Life? Nee, hij gaat dat doen. Ja, en dan nog eentje. En dan die Elf en Archer. Ja. Dus dat betekent dat jij 3 kaarten in totaal verspeelt aan mijn... Of dat. Dat kan ook. Oh ja, ja, op die manier. Ja, het maakt er niet echt uit dan, inderdaad, wat hij deed. Die. En... Deze. Dan kan ik zo direct mijn defender hier tussen ploppen als hij hem niet killt. Tenminste, het zijn allemaal theorieën, weet je. Uiteindelijk is het allemaal afwachten van wat hij doet, want hij heeft vet veel kaarten. Hallo, dat is vet cool! Dat was vet cool gedaan. Hij is vet cool. Thank you. Thanks, man. Dat was cool gedaan. Oh, man. Dat was leuk. Swap the attack and health of a minion. Ja. Nul attack. Dus, of nul attack en dan switch en dan dood. Ja. Logisch. Geef mij dingetjes. Ja. Plop, 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 plop. Volgende. Why do you call? Why do you call? Weet ik ook niet. One shot, one kill. Ja, hij mag inderdaad best wel eens opschieten. Wat? Heeft hij een 1 mana ding? 0 mana ding. Wauw. Waarom heb ik die kaart niet? Waarom heb ik die fucking kaart niet? Klootzak. Get behind me. Oh, mijn telefoon ging af. Oh, nee, niks aan de hand, niks aan de hand.
Oké, even kijken. Oh my god, hij heeft die in zijn deck. Welke heeft hij? De Emboldener 3000. At the end of your turn can a random minion... Oké, die is heel erg goed. Dang it. En dan gaat hij die +1/+1 geven. Ja. Ah, ja. Ik denk dat we dit maar moeten doen. Job's done. Maar hij kan nu mijn shit killen. Maar dan alsnog kan ik volgende beurt hellfire'en. Ben ik dan niet zo of oké, dat. Oké, ja, hij is dood. Wat? Wat is dat? Wacht. Het is over nieuwe kaarten, ik ken die allemaal niet. Deal 2 damage to your character. If that kills it, summon a random demon. En dan krijgt hij die? Krijgt hij die? Oh, wacht, hé, hij heeft mijn is gebufft. Lol. Dat was leuk. Oké, laten we een kaart pakken. 2 taunts. En drop. Ja. Oké. Ik moet even kijken hoe ik dit ga oplossen. Want dit is eigenlijk een heel vervelend parket waar ik nu in... Oh, come on! The fuck is dat? Fuck you. Destroy a demon, restore wat? En dat voor 0 mana? Are you kidding me? Is dat überhaupt wel eerlijk? Dat is niet eerlijk. Het is gewoon, nee, dat is gewoon niet eerlijk. Dat kan gewoon niet eerlijk zijn. Yo, waar komt die vandaan? 4, 5 damage. Yo, gasten. Ik ben dood. Geeft het aan hemzelf. Oké, ik heb een plan. We pakken een kaart. Oh nee, ik ben sowieso dood. Thank you. Woo! Thank you. Blue Streak of the Century. Die gast had rare kaarten. Jesus. Ik kon gewoon... Ik wist geen eens wat 9 van de 10 van zijn kaarten deden. Fuck it. Bedankt voor het kijken van je leuke video. Oké, dat belonen met een duimpje omhoog. En dan zie ik jullie de volgende keer bij Hearthstone. En dan gaan we weer verliezen. Doei.